Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Wij gaan zo naar het stadspark voor oma. Oma wil heel graag wilde kastanjes, dat zou helpen tegen spinnen. En we gaan eens kijken of we ze vinden in het park. Dus ik neem jullie lekker weer mee met een nieuwe video. Ik hoop dat ik ze daar ga vinden. Dus, ik heb ook een beetje informatie gevraagd, want ik ken het verschil tussen wilde en tamme kastanjes. Moet het echt wilde zijn. Dus we gaan eens een keer zoeken of we ze echt kunnen vinden in het park. Dus ik ga er eens naartoe. We zijn nu aangekomen in het stadspark. En dat je kunt zien, er zijn echt al heel veel blaadjes op de grond. Dus we gaan nu richting ja, die bomen, zien wat dat er is of niet. Dat is altijd een heel grote vraag, maar dat moeten we erbij pakken. Het is hier zeer rustig. We gaan van start. Zo, het heeft geregend, maar het is momenteel over, dus dat is ook al iets. Dat het over is. Hier heb je de grote speeltuin. De allergrootste speeltuin. Het dak even goed open. Hup, ze keer erover. Dus hier heb je de speeltuin. De speeltuin. Oh ja. Nu gaan we eens verder zoeken. De fonteinen staan weer heel mooi. De fonteintjes zijn ze niet knap. Dus wij lopen nu hier eens kijken. Dit is de zachte kastanjes. De neemt Willy. Die hebben een pluimpje. We moeten de. Die hebben zonder. Dus dat zijn de zachte. Dus we gaan eens verder zoeken of dat we die kunnen vinden. Die lag mij al uit de eentje. Zoiets van, die gaat hem nog niet vinden. Kijk, en hier heb je die mooie kiosk. Dus, ik doe wel veel eenden, moet ik wel zeggen. Allee, het zijn allemaal eenden, maar veel vogels. Om goed uit te drukken.
Wow, zoveel. Die zien natuurlijk nog niet, dus. Maar ik ga zo de camera omdraaien en dan zien jullie dat wel. Ze komen eraan hoor. Hier komen ze aan. Je hebt toch wel wat weggegaan, want ik vertrouwde er toch niet echt het zaakje. Dus ik dacht, laten we toch maar eventjes weggaan. Toen kwamen iets te dicht bij mijn voeten. En ik weet niet tot hoever die vogels gevaarlijk zijn. Dus zal ik maar meteen voetjes eigenlijk tegen dit. Want je wordt er geen beet van of wat dan ook. Spoeten ze niet ver vandaan. Maar dat gaan we toch niet doen. Dus. Dat gaan we niet riskeren. Dus heb je die bek gezien? Amai. Oeh, dat is wel de moeite waard. Dus ik was er toch wel een klein beetje mee op, moet ik zeggen. Het Walbrugkasteel. Achter ons. Dus hier hebben we kastanjes. Hopelijk zijn het de juiste. Die liggen hier allemaal op de grond. Die komen allemaal uit deze boom. Maar ik denk het wel dat het deze zijn. En die gaan we allemaal oprapen. We hebben er al een paar gevonden. Alleen een paar. Wat veel meer natuurlijk dan een paar. Dus die gaan we allemaal oprapen en in de doos steken. Voor onze grootmoeder. Hè. Dus die zien er wel goed uit. En die zitten in zo'n behuizing. Dus in zo'n behuizing zit het. Hier zit nog eentje in trouwens, dus je kunt dat goed zien. In zo'n behuizing zit het. En daar zitten dan die dingetjes in die wij nodig hebben. Dus dat kan je heel goed zien. Hier zie je, voilà. Dichter bij de camera. En die doe je dan open en het is die wij nodig hebben. Er zit nog in zo'n behuizing, dus we gaan de behuizing open gaan doen. We gaan er eerst een foto van maken. Dus ideaal. Dus we gaan die openmaken. Voilà, nu is die open. En het is met hem erbij. De doos zit al, de emmer is al goed vol. We gaan er zo een paar rapen en dan zie je straks het resultaat. Dus hier liggen ze dan allemaal. Het zijn er een paar. Ik denk een stuk of 15 dat we die gevonden hebben. Voor de rest lagen er niet zo heel veel. Maar volgens mij zijn dit wilde kastanjes. Dus die gaan we meenemen naar huis voor oma. Die vogel is nog altijd aan het lachen.
Die zijn echt groot, maar dan zie je één. En daar liggen de kleintjes. Daar ligt er nog één om te liggen, te rusten, te slapen. Zie ze schattig. Twee witte eenden en deze allemaal gekleurde eenden. Die zijn nog niet vertrokken. Nu is het lekker. Ga eens naar de natuur. De natuur is mooi op zijn manier. Maar je moet het goed verzorgen. En dan heb je heel veel geniet van de natuur. Dat is wel mooi. Hier vallen er nog de mensen. Deze boom. Zo. Het is warm. Momenteel heel warm. Maar die gaan we ook nog eens rapen. Erop zeggen, wat is het verschil? Dat zijn de andere, die hebben ze op een pluimpje. En die zou je kunnen eten. Dat zijn er wel genoeg. Dat zijn er wel genoeg. Dat is dat ik mijn wandeling verder. Dat is leuk om nog eens op de Bozeraks mee te mogen vliegen. Maar we gaan terug richting home. Home sweet home. Dus, want het wordt steeds aan donker. Dat is voor mij geen probleem, want we kunnen gemakkelijk gewoon voortvloggen, want we hebben een lichtje. Maar we gaan toch richting huiswaarts. We hebben tenslotte wat we moeten hebben. Dus meer moet dan niet zijn.
Maar zo'n wandeling is ook wel eens leuk. Zeker als het droog is. De zomer doe je dat minder omdat er altijd heel veel lawaai is. Door de muziek. Ik vind het wel leuk. De grote berg op. Die kom hier al van kinds af aan, vanaf we net konden wandelen naar de speeltuin. Toen was de speeltuin nog niet hoe waar dat hij nu lag. Ik weet alleen nog, dat was een heel grote zandbak. Leuk om in te spelen, maar er gingen ook heel veel hondjes in. En ik denk, als ik het me niet vergis, dat hij op de plaats staat waar de speeltuin nu staat. En dat was zo'n grote. Ja, een kring. En dat was dan ook gezond. En we hebben daar super hard toen geamuseerd. Want we wisten niet beter als kind. Dat was uniek om dat mee te maken. En ik kwam hier heel vaak met mijn oma naartoe. En met mijn moeder. Dus dat weet ik nog. Voor de rest kan ik dat me niet meer zo goed herinneren. Maar we kwamen hier ook heel vaak, als ik groter was, en met mijn broer voetballen. En ook als de sneeuw lag, dan kwamen we met de slee van die grote berg afsleeën. En dat was echt een mooi, iets heel mooi om dat mee te maken. Maar ja, dat sleeën, hopelijk kunnen we dat dit jaar ook eens een keer doen, terug. En dan neem ik jullie gerust mee. Maar ik vrees ervoor, tegenwoordig is het niet meer wat het geweest is. Dus maar je weet het nooit. Ja, weet ik nooit. Ga hier de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we er. Nee, zaterdag zijn we er weer terug met een gloednieuwe video. Want dan gaan we naar Meteor. Samen met oma.